Zijn zojuist aangekomen bij een nieuwe locatie waar iemand is komen te overlijden. Er staat veel oud voedsel in, zodat het allemaal weg moet, want het trekt allemaal vliegen aan. Hier is degene komen te overlijden. Wij weten voor de rest ook helemaal niet waar dit over gaat. Wij zijn gewoon hier naartoe gestuurd. Je ziet hier waarschijnlijk iets van ontlasting. Het zal denk ik geen bloed zijn, zo snel wat ik zie. Lijkt het niet op. En hier is dan de persoon komen te overlijden. Ik ga zo aan de slag en even kijken wat er exact is gebeurd. En waar dat stuk bankstel is gebleven. We hebben nu een stuk bankstel gevonden waar die op heeft gelegen. De persoon. Je ziet hier al de maden en dergelijke en alle bloedsporen. Pure ontbinding en ook vrijgekomen lijkvocht en ontlasting en dergelijke. We hebben dit stukje een beetje vrijgemaakt. Ga ik zo meteen hier aan de slag. Het bankstel zelf is weinig. Lijkt er ook sterk op dat de persoon voor zijn overlijden een maagbloeding of maagprobleem of iets dergelijks heeft gehad. Want je ziet ook hoe het toilet eruit ziet. Dat is, ziet er echt niet al te best uit. Ongelofelijke stank ook die er vanaf komt. We hebben net het kussen en dergelijke waar al het bloed en zo op zat hebben weggehaald. We gaan nu beginnen met dit stuk. De tapijt uit te snijden. Ik hoop niet dat het eronder terecht is gekomen, maar we gaan even zien. Wat er iets te vinden is. Het is begonnen zo te zien. Ik ga een mooi groot stuk uitsnijden. Ik hoop niet dat er op zijn lijf is ook. Dat zou niet echt lekker zijn. Nee, het is niet erop geluimd gelukkig. Ik kan hem gewoon eruit trekken. Dus. Door een mooi groot stuk eruit te snijden. En je ziet het, hè. Probeer zo min mogelijk contact te houden met de vloer. Er zijn knieën op de vloer en dergelijke. Om mooi eruit. En alles is al lang ingespreid ook. De chemicaliën. Voor het stof, maar ook voor de bacteriën. Je ziet het hier. En hier zie je al het lijkvocht wat er doorheen gekomen is. Ja, wat wil je? Je hebt een rust, man. Had al die plekken gespaard hier. Een cape of zo hebben. Hm? Heeft hij een touw of iets hier? Hebben we dit even kunnen vastbinden? Ja, ik wel. Je ziet dat het lijkvocht is doorgelopen door het tapijt heen. En je ziet hier allemaal maden eronder liggen. Er zijn er niet heel veel, maar je ziet het wel. Daarom is het ook zo belangrijk om een reiniging altijd grondig uit te voeren. In de zin van dat je alles pakt waar je bij kan. Want je ziet dat onder het tapijt nog, of onder een vloer, kan er zich nog van alles afspelen. Dit gaan we nu allemaal verwijderen. Daarna ga ik
dit goed schoonmaken. En daarna gaan we het waarschijnlijk ontgeuren en afdichten. We hebben zojuist de plek van de overlijden helemaal gesaneerd. Het is nog nat, het is desinfectant om even de bacteriën te doden. We gaan hem even zo laten. We gaan zo de machine installeren om de lijklucht te verwijderen. En de volgende keer als we terugkomen met het beton helemaal is opgedroogd, gaan we hem nog afdichten met de coating. Dus dat gaat nog gebeuren. We zijn nu klaar met de woning. Althans met de plek van overlijden reinigen. We hebben ook alles, alle eten en zo dat in de woning lag, hebben we weggehaald. En ik ben even tel kwijtgeraakt, maar er liggen zeker 30 tot 40 zakken ongeveer liggen hier. Met allemaal verrottend eten dat in de woning lag te ontbinden. Dat creëerde ook een ontzettende stank. Maar dat is nu allemaal weg. En dit is schoon. En de woning moet nog zwaar gereinigd worden en ook ontruimd worden. Die vloer moet eruit, alles moet eruit. Om je even een ideetje te geven van hoe het eruit ziet. Nou, jullie hebben het toilet net al gezien, maar dit is bijvoorbeeld de keuken. Krijgen we al een idee wat voor werk we hier zullen moeten verzetten. Als we de opdracht tenminste krijgen.